voordat ik naar het conservatorium ging, was ik gefascineerd door het feit dat zoveel van onze kernflat repertoire van de 20e eeuw geschreven werd tijdens de jaren in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog en in de oorlog zelf. Ik vond het interessant hoe zo'n lief, zoet, onschuldig instrument een inspiratie was tijdens die verschrikkelijke jaren. Ik droomde dat op een dag, als ik volwassen was, ik deze prachtige, krachtige werken zou presenteren in een concert samen met teksten van oorlogsschrijvers en dichters. Dat ene concert werd al gauw een serie en het concertserie een cd-reeks waarin ik die werken opsplitste in 5 taalgebieden. Op deze derde cd staat Nederland centraal. Samen met pianist Andrew West presenteer ik onder andere de sonaten van Leo Smit. Ik zie dit stuk bijna als een muzikale oorlogsdagboek, want die 3 delen werden geschreven in 3 heel verschillende fases van de oorlog. Deel 1 werd voltooid in december 1939, toen Nederland nog neutraal was. Het laatste deel dateert uit juni 1941, toen Nederland bezet was. En het tweede uit februari 1943, slechts 2 maanden voordat hij werd gedeporteerd naar Sobibor, waar hij vermoord werd. De 2 werken van Marius Vlothuis zijn tijdens zijn gevangenschap geschreven. De Sonate da Camera terwijl hij in een politiecel in Amsterdam zat en de Obade tijdens zijn gevangenschap in kamp Vught als verjaardagscadeau voor een van zijn medegevangenen. Andere korte werken op deze cd van Willem Andriessen, Rudolf Esche, Hans Osiek en Dick Kattenburg geven ons een idee van componisten zo verschillend reageerden in hun werk toen ze geconfronteerd werden met de oorlogsverschrikkingen. Stond de fluit misschien symbool voor hun zoektocht naar vrede en rust die het instrument zo vaak vertegenwoordigt? Dat denk ik, de fluit, de muzikale vredensduif. Wij presenteren graag de derde cd van Project Paloma in de Uilenburger Soel in Amsterdam op 21 oktober. En hopen u daar te mogen verwelkomen.